Yo, beste kijkers van de Cool Eagle Channel. Vandaag weer een nieuwe video en vandaag gaan we Golden Onsen doen. En vandaag zijn de woorden net zoals gewoon ik. Even eens kijken. Panda's cake. Een kaklepel. Fantastische unicorn powers. Buurman mol. Een slipper. En de mannelijke man. Dit keer waren er jammer genoeg iets minder woorden achtergelaten. Ik zou zeggen, laat er voor een keer gewoon per persoon. Al zijn er 5 woorden achter, kan ik even wat leuke woorden uitzoeken. En dan gaan we daar de volgende keer op verder. Ik heb nog een beetje last van mijn stem, maar we gaan het gewoon doen. Want, even kijken. Want er was dus ooit een keer een buurman, die heette Mol. Buurman Mol heette die. En die was helemaal gek van de cake van panda. Dat was echt de panda's cake. En die panda's cake, ik weet niet wat erin zat. Er zat heel veel fruit in of zo. En ook heel veel gezonde dingen. En sowieso, van die panda's cake kon je beter kakken. Want ik weet niet wat er precies in zat, maar er zat iets in waardoor je beter kon kakken. Dus ja, die panda's cake die was gewoon heel lekker. Je kon er beter door kakken. En toen op een gegeven moment kwam de mannelijke man, die kwam aan de deur. En die kwam aan de deur bij de buurman Mol. Buurman Mol had dus net die panda's cake in huis gehaald. Die had hij gekocht bij Panda. Die mannelijke man die had zoiets van, wat ruikt het hier lekker. Kan ik hier een kopje koffie komen drinken, buurman Mol? Oh ja hoor, kom maar gezellig binnen, de mannelijke man. En op zijn slippers loopt hij naar binnen. En het eerste waar hij intrapt is in een dikke, vette drol. Dus wat doet hij pakken? Hij vraagt aan buurman Mol van, hey buurman Mol, heb je ook zo'n kaklepel? Dat is van het nieuwste assortiment. Zo'n kaklepel is om die, dan kan ik even mijn drol onder mijn schoenen wegschrapen en eventjes dit opruimen voor u. Ik heb, ja, heel toevallig heb ik daarachter een kaklepel, want ik eet zo vaak die panda's cake, waardoor ik ook veel te veel mijn kak op de wc. Dus ja, dan, en op het moment dat ik dan heb gekakt, dan pak ik die kak met een kaklepel eruit en gooi ik in mijn tuin neer, zodat er weer betere vruchten kunnen groeien. En daardoor de cake van panda's cake weer nog een stuk lekkerder wordt. Maar dat was natuurlijk niet het enige, want we hebben natuurlijk nog die fantastische unicorn powers. Maar die fantastische unicorn powers, die had natuurlijk die buurman Mol. Want, omdat die buurman Mol die kak met zijn kaklepel oppakte en in die struikjes gooide, ontstond er een fantastische unicorn power. Want hij deed dan één keer met die kaklepel en wups. En toen, op dat moment, groeide er spontaan weer nieuwe vruchten aan. Meteen, poef. En dat deed hij natuurlijk met zijn fantastische unicorn powers. Omdat hij natuurlijk die fantastische unicorns power heeft, kan die panda weer veel lekkerder cakes maken en veel meer. Want die panda's cake, het is wat ik zeg, heerlijk recept van panda. Want panda's cake, het is echt heerlijk. En natuurlijk, de mannelijke man, die zit nog steeds met die kak aan zijn slipper. Dus, op een gegeven moment gaat de mannelijke man, die gaat naar buurman Mol toe. En die zegt, buurman Mol, pak je fantastische unicorn power en doe eens één keertje simsalakakje weg. En toen in één keer, poef, slipper was weer helemaal schoon. Hij had weer schone slippers. En toen zijn ze lekker golden, panda's cake gaan eten. Ik zou zeggen, laat eventjes in deze video een nieuwe reactie achter met nieuwe woorden. Al zijn het er 5, al zijn het er 6, al zijn het er 10. Mij maakt niks uit. Zo heeft er meer woorden, zo heeft er leuke verhaaltjes, zo heeft er een lange verhaaltje ik ervan kan maken. Ik zou zeggen, voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer.